Deze nieuwsuitzending die is heel erg prima te gebruiken voor het slapen gaan. Want er zijn zoveel berichten in de krant en op de tv en er gaat van alles mis en oh jee, ISIS komt eraan. Nou ben ik wel degelijk op de hoogte van het feit dat hier in Arnhem een aantal van die Noord-Afrikanen in de rondte lopen, waarvan ik denk, het zal toch niet zo zijn dat ISIS hun leger gevuld is met dat soort homo's. Maar misschien juist wel. Misschien is de ISIS wel een soort pool om dombo's in te donderen. En de beide vanaf. Klinkt een beetje luguber, maar je bent wel van die glorio's af. Hè? Nou, ISIS, ik ben er niet zo bang voor. En ook die mensen die dan hier tegen mij lopen schelden en een beetje mij uitlopen maken voor een sodomiet. Die mensen, die hebben geen kennis van het feit dat ik wel een stukje van de Koran heb gelezen. En jullie niet. Nee, maak me niet zo'n zorgen over. Waar ik het nu over wil hebben is dat andere ding. Dat is een geweldig verhaal in feite. Het gaat over CO2 en die belasting, die global warming. Dan is dat aan de hand. Ja, ik merk er niks van. Hoor. Het is momenteel wij. Het is onder nul. Ze hebben een beek hier in Arnhem. Eerst van gemeentewegen hebben ze die overkoepeld. Dus onder de grond gelegd. En nu hebben ze die beek weer naar boven gehaald. Hij vindt het ook al mijn best doen. Het is wel jammer dat het marktplein nu in ene weg is. Ja, maar hebben ze er ook nog een nieuw filmgebouw op gezet? Ja, het is wel jammer dat het marktplein weg is. En hebben dat marktplein hebben ze nou verhuisd naar bij het provinciehuis? Ja, maar dat houdt in dat de kermis niet meer kan komen. Want je kan van een kermisklant niet verwachten, net als een marktkoopman, dat hij 's morgens zijn spulletjes opbouwt en 's avonds weer mee naar huis neemt. En als dan hier die kermis was, dan was dat toch echt voor ettelijke dagen. Ja, en dan, wat moeten die marktkoopmannen dan? Dat is op het kerkplein, daar staat het filmhuis en die beek staat boven de grond. Dat is een soort onmogelijke tango. Maar leuk om te zien dat die beek, die is nou bevroren, ja. Maar we zitten toch echt aan het einde van februari. Hè? Dat was het ook alweer. Dus je hebt december, dat de winter begint met 21 december. En dan krijg je 21 januari. Dat is een maand winter. En dan nog een maand winter. Dan zitten we nou zo, ja, voorbij de 2 maanden winter. Het is hartstikke koud. Niet te harde en dan helemaal gecombineerd met dat rookverbod, dat je binnen niet mag roken. Ja, iedereen die komt als de eerste beste Rus met zo'n dikke muts op zijn kop. Een sigaartje paffen op het terras. Ja, waar is die global warming? Ik zou het niet weten. Wat ik wel denk te weten, is dat de temperatuursgegevens van de NASA, die gedoodverfde leugenaars die nooit naar de maan zijn geweest, dat onder die naam temperatuurgegevens zijn gepubliceerd op basis van verschillende modellen, verschillende empirische kunsten. Je kan zeggen, ik beperk mij tot boomringen. Als het heel koud is, dan groeit een boom niet zo hard. Maar er zijn nog meer dingen waar je naar kan kijken.
berichten over vegetatie. Dat je ergens de restanten vindt van plantaardig weefsel. En dan maak je daar een analyse van. Dan denk je, hey, dit plantaardige weefsel of dat zaad wat je gevonden hebt. Dat moet een familie zijn van die en die plant. En die plant die komt pas tot uiting als er meer dan zoveel graden Celsius gemiddeld per jaar is. Dat soort gedachten mag je er ook aan toevoegen. Het zijn allemaal gokjes natuurlijk. En zo kom je erachter dat in de middeleeuwen, op zijn Engels heet dat de Dark Ages. Dat is een periode van ongeveer het jaar 500 tot het jaar 1500. Dat heet de Medieval Warmth Period. De middeleeuwse warme periode. Het is ook die tijd geweest van de pest. Had het misschien te maken met die hitte. Dat er van alles bedierf. Verdorfde. Bedierf. Ik denk een mooi woord. Het was ook de tijd van de donkere eeuwen. Dat is ook zo. De katholieke kerk die was toen lekker bezig hoor, in deze contraille. Er zijn vele nare geschriften over. Maar toen was het heel warm. Denken ze te weten bij de NASA. Waar ze niets meer gedaan hebben dan de verschillende onderzoeken in één grafiek te zetten. Dan heb je zo'n blauwe lijn en die is conform de methode van Lorenz en Cohen. En dan heb je een groene lijn en die is conform de blablabla. Ik denk dat dat ook loopt. En toen daarna, in de 16e eeuw, toen in een brrrr. En dat weten we zeker. Daar hebben wij bewijzen voor. Dat het toen hartstikke koud was. Daar zijn schilderijen van gemaakt. Grote meren. Waar mensen op doorlopers, hoe heet die dingen allemaal. En dan zwieren en zwaaien van links naar rechts. Maar tegenwoordig gaat iedereen naar de sportschool, kan je zeggen. Ja, en ook is het zo, ga dat momenteel maar even doen. Want die bovenbeek dinges die nou blootgelegd is. Daar zit een laagje ijs op. Ja, daar kan je je hond nog niet op laten staan. Laat staan, zo'n grote beer als zo'n Fries. Ah, in die tijd was dat zo'n beetje elke winter raak. En hoe zullen die zomers geweest zijn in die tijd? Waarom zouden die zomers veel warmer geweest zijn? Ja. Toen werd het erg koud. En dat is voorbij. Ik denk niet dat er nog een Elfstedentocht komt tussen nu en 10 jaar. Hoe lang is het al niet geleden dat een Elfstedentocht plaatsvond? En in die tijd van de kleine ijstijd was het te zien aan het aantal schilderijen. Gewoon jaar in jaar uit was het raak. En daarna is de temperatuur weer gaan stijgen. Ja. Zoiets heet een cyclus.
We gaan omhoog en we gaan omlaag en we gaan omhoog. En omlaag. En dan gaan we weer omhoog. En dan blijft het een tijdje hetzelfde. En dan gaan we heel verrassend nog een keer omhoog, terwijl we al omhoog geweest waren. En toen gingen we toch omlaag. Wow. Ja, dat heet chaostheorie. Nou, de geniale gedachte. Dat er wordt koolstofdioxide gemeten in de atmosfeer ongeveer vanaf de 19e eeuw. Want voor die tijd konden ze dat niet. Het is niet eens zo makkelijk. Het is best wel moeilijk om even de CO2-concentratie te bepalen in de atmosfeer. Ik heb dat soort dingen moeten doen. En ik moest toen meten formaldehyde. Een heel vies spulletje, by the way. Dat kan je ook meten. H2S, dat kon ik ook meten, was niet zo moeilijk. Nee, ja, H2S, maar ook die andere SF6. Dat zou ik zeggen. Hoe je kooldioxide moet meten. Maar het is te doen. Als je er een beetje over nadenkt. Je kan er een verzuring mee veroorzaken, denk ik. Dan moet je juist met kalk gaan werken. Zoiets. Kalkwater en daar dan de atmosfeer doorheen laten brobbelen. En dan bepalen wat de zuurwaarde is. Zoiets. Nou, dat doen ze vanaf de 19e eeuw. En ik heb die grafiek gezien. En dan kon je zien dat de CO2-concentratie, die loopt als een sinus. Weer omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Een sinus kan je maken met een cirkel. Dus dan heb je een cirkel en de factor tijd moet erbij. Dan heb je een sinus. Een sinus, dat is ook in de winter heb je minder lang een dag en veel langer een nacht. En dat is bij elkaar opgeteld niet eens precies 24 uur. Maar ongeveer wel. En in de zomer is dat anders. Als je daar een tekening van maakt, of een grafiek van maakt. Dus dan moet je elke dag opschrijven hoe laat de zon opgaat en hoe laat de zon ondergaat. En dan weet je het aantal zonneuren. Dan maak je daar een grafiek van. En wat je dan ziet is een sinus. Letterlijk. Kan niet anders. De definitie van sinus. De koolstofdioxideconcentratie is ook een sinus. En heel opmerkelijk een stijgende lijn. Dus de CO2-concentratie gaat omhoog, dan valt hij weer omlaag, maar hij valt niet zo laag als de keer daarvoor. En dan gaat hij weer omhoog, en dat is hoger dan de keer daarvoor, een klein beetje. Dus dan gaat die sinus als het ware als een naaktslakje tegen een berg op. En er wordt gezegd, ja, dat komt door de industriële revolutie. Ik zou daar het rekenmateriaal wel eens van willen zien. Want de CO2-concentratie, dat is een heel natuurlijk aspect. Een wereld zonder CO2-concentratie in de atmosfeer, dat is een wereld van steen. Zoiets. Of silicium. Als je hier op deze wereld alles wat te maken heeft met koolstof, dat doen we in een grote raket. Daar doen we een sticker op.
Van, bedoeld voor God, met de dank van de mensheid, hier heb jij je koolstof weer terug. Nou, dan vuren we die raket gewoon, hoppakee, richting Alpha Centauri. De dichtbijzijnde ster. Nou, dan daalt de CO2-concentratie hier tot nul. Want er is er geen koolstof meer te verbranden. Hier? Ja. En van dat laatste CO2 wat nog in de atmosfeer zit en wat het het lef heeft om nog te veranderen in organisch materiaal, ja, dat sturen we met die tweede raket weg. Ja, dan is alle CO2 hierop. Mooi zo. Nou, dat vind ik wel een heel aantrekkelijk idee wat je nou zegt, Peggy. Want dan kunnen we ook geen oorlog meer voeren. Want voor die bommen en zo, dat geeft ook CO2 hoor. Dus als alle CO2 weg is, dan is de oorlog ook weg. Nou, nu kan ik echt heerlijk rustig in slaap vallen. Tot op zekere hoogte, ja, is er iets voor te zeggen? Kan in mijn broek pissen van het lachen. Het vervelende is, wij hebben dat niet voor het beslissen. Wij zijn participanten. En dan niet zoals Shakespeare. Shakespeare, dat komt van Athene, by the way. De godin Athene, die heeft zo'n speer. Dus dan Shakespeare, die heeft dan gezegd, life is but a stage. Ik bedoel dat je er geen invloed op kan hebben. Je kan het niet beïnvloeden. En die fijne vent, waarvan er gezegd wordt dat het een vent is, die alles geschapen heeft, die geeft niet persoonlijk. Die geeft niet om ons persoonlijk. Nog een keer. Zo'n mooi lied van Siska de Rat van ik voel me zo verdomd alleen. Ja, mooi zo. Ben je gisteren al begonnen? Of gebeurt het hoort er nog, verdomme? Ik vloek niet, hè? Dat is een tekst van een Belg. En het idee waar het op neerkomt is dat alles begint met koolstof. Dat is het getal van het beest, is dat? Dat is een 666. En daar is het mee begonnen. En God heeft van tevoren op laten schrijven van hou er rekening mee dat het in principe fout zal gaan. Dus buckle up. En hou je aan mijn woord. Hoe vals spelen is een slecht idee op een verjaardag. Maar het is nog een slechter idee om te gaan vals spelen in Las Vegas. Want dan komen ze achter je aan. En dan ga je betalen. En voor ons hier in deze ellendigheid, ja, wij mogen niet vals spelen. Punt. En wat is vals spelen? Nou, de 10 geboden overtreden. Dan ben je de bok. Nou, niet alle 10, dat maakt niet uit. Als jij 1 gebod maar overtreedt, dan ben je de bok. Ja, wat heeft God dan allemaal veroorzaakt? Nou, hij heeft dat koolstof uitgevonden. Uitgesproken. En dan kan je Genesis 1 erbij pakken om die volgorde goed te begrijpen. Dat begint met planten.
En een soort van oersoep die, waarbij die wateren die scheiden zich. Je kreeg wateren in de hemel en wateren onder de aarde. Ja, pin me er niet op vast. Maar ik wil geen ruzie met al die erg doorwrochte bijbelkenners. Maar zoiets is er gebeurd. En toen kwamen die planten. Nou, het gaat om koolstof. En koolstof is het zesde element. Dat is geen conspiracy hoax. Dat kan je nu op Wikipedia erbij pakken. En nu niet gaan lopen huilen van ja, op Wikipedia staat alles fout. Nou, het periodieke systeem der elementen. Daar heb ik zoveel kopieën van gezien. Dat die heb ik al gezien voordat ik Wikipedia kon spellen. Namelijk in de jaren 70. En wat ik mij kan herinneren, is dat dat periodieke systeem der elementen in de jaren 70 er precies zo uitzag als wat je nu vindt op Wikipedia. Het zijn dingen die zijn geconstateerd. En wat ik mezelf, daar ben ik nog mee aan het worstelen, van het zal ze toch niet gelukt zijn. Dat kan toch bijna niet. Ik bedoel dat ze in de tijd van het jaar 100, zeer zeker, toen werd gesproken over 666, het getal van het beest. Maar hadden ze dan toen ook een kijk op al die andere elementen, zoals stikstof en zuurstof en waterstof? Dat kan toch bijna niet? Oh ja, we zetten in de Bijbel dan het getal van het beest, maar dan niet het getal van stikstof. Ze konden dat toen niet weten. Sorry dat ik het zeg. Ik denk degene die verantwoordelijk is voor het boek Openbaring. Met die mooie frase van het is. In de King James, die moet je even hebben. The number of man, staat er denk ik. Dat heeft Johannes uit de lucht geplukt. Ja, dat moet dan wel. De andere mogelijkheid is dat het hele boek Openbaring toch al niet deugde. Dus doet het er niet toe dat daar dan toevallig het nummer 666 in stond. Ja, want Johannes is niet voor niets naar Patmos verbannen. En de rest wat erin staat, nou, ik weet het niet hoor. Ik vind het erg ingewikkeld ook met die, dat scharlaken. Wat is dat eigenlijk, scharlaken? Dat heet dan scarlet op zijn Engels. En dan heb je dat andere, dat heet dan purple. En waar zie ik die kleuren dan? Ja, en jij zegt dan, ja, je moet eventjes kijken naar de paus. Ja, maar dat vind ik gezeur over de paus. Het prima koolstof, punt. En koolstof, als je dat verbrandt, dan oxideert dat. Dat is een tautologie, by the way. Dat noemen wij verbranden. Dat is verbinden met zuurstof. Wat je ook kan doen, is dat je gaat verbranden met zwavelstof. Ja, dat moet echt je hobby zijn. Als jij uitademt als mens, dan bevat jouw adem H2O. Dat is verbrand
waterstof. Dan krijg je H2O. En je adem bevat CO2. Dus zowel die H, de waterstof, als die C, koolstof, die zijn geoxideerd. Als je het periodiek systeem der elementen er nu even bij wil pakken, dus een PER, of doe je het morgenochtend, maakt ook niet uit. Maar dan kijk je naar de indeling van het periodiek systeem der elementen in de kolommen. Dat zijn families van atomen. Die horen bij elkaar. Dus fluor, dat hoort bij chloor. Sorry. En daar hoort ook bij jodium. Dat is ook, en onder brom zit er denk ik ook bij. Jakkie, bah, wat een rotzooi. En er zit daarnaast, dat is dan het achtste element, dat is zuurstof. En daaronder zit zwavel. En zwavel kan je ook gebruiken om die chemische energie van waterstof en koolstof, en nog wel meer ook, om die in te vullen. Dat geeft warmte. Dat is de chemische energie, heet dat. Dus je kan van waterstof kan je H2O maken. Dan moet je waterstof verbranden en dan krijg je water. Puur water. Niet van het lekkere water wat eerst 300 jaar langs een rots gestroomd heeft. Wat een soort psychedelicum is geworden. Met lithium erin. En dan krijg je puur water. Als je voor die andere kant kiest, het gaat omlaag in het periodiek systeem der elementen, ja, dan ga je waterstof verbranden met zwavel. En in plaats van H2O, het is echt heel makkelijk, in plaats van H2O krijg je H2S. En met C kan je dat ook doen, dus in plaats van CO2 krijg je CS2. Kan jij het je voorstellen? Dat je op een verjaardag komt en je adem ruikt naar H2S. Wij noemen dat rotte eierengas. Ilk. Ik wil onder alle voorwaarden en omstandigheden toch mijn best kunnen doen om een vrouw het hof te maken. Maar niet als mijn adem ruikt naar H2S in plaats van H2O. Of mijn adem ruikt naar CS2 in plaats van CO2. Het heet aneroop. Het is een vorm van verbranding. Ik ben me niet bewust dat er ook nog... Want er zijn bacteriën die kunnen dat. Die rot die je ruikt. Dat rot. Ja, dat is anaeroop. Dat werkt met zwavel in plaats van met zuurstof. Saaie business. Dat gaat ook heel langzaam. Het is een gedachte voor ons om te snappen dat wij verzand zijn op een wereld waarvan alles gebeurt. Dat koolstof speelt daarin een centrale rol.
En dat koolstof formeert zich met zuurstof, heel makkelijk, met waterstof en met stikstof. Als koolstof zich gaat binden met een zwaar metaal, zoals kwik, daar heb je niks aan. Het gaat met name om C, koolstof, zuurstof, O, waterstof, H en stikstof, N. En een beetje wat je erbij wil. Wij hebben ook chloor nodig als element. En graag krijgen we dat met natriumchloride. Dat gaat er prima in. Dat is een natriumchloride maakt water stroomgeleidend. Puur water kan je, dat geleidt geen stroom, niet of nauwelijks. Water is een bijzonder spulletje, by the way. En wij bestaan voor 60%, 70% uit water. Bij een crematie, daar heb je heel wat nodig om dat water eruit te koken. Dus, je gaat iemand cremeren, die gaat niet gelijk branden. Want er zit allemaal water in. Dus waarschijnlijk doen ze het zo bij het crematiecentrum, dat ze eerst die stoffelijk overschotten opwarmen en het water er langzaam uitdampen. Net als met een echte soep. Eerst lekker, laat maar pruttelen. Al het water eruit. En dan burn baby burn. Disco Inferno. Nou, je bestaat voor 70% uit water. Je constituele element, dat is koolstof. In combinatie met die andere drie elementen. En natuurlijk zitten daar nog wat dingetjes bij. Het is heel goed om mineralen tot je te nemen. Maar eet je paddenstoelen of zo? Ja, volgens mij is dat alleen maar C-O-H-N. Dan kan je mij de pis lauw gaan maken. Alcohol is C2H5OH. Dus daar zit geen stikstof in. Suiker, dat is C, zoveel C met zoveel H met zoveel O. Suiker en ethanol, alcohol, die zijn niet zo verschillend hoor. Bijna hetzelfde. Je stopt het in je mond en je wordt gelijk moe. En dan moet je even uitpuffen. Maar het proteïne wordt ook door de planten gemaakt. Dan zit die stikstof erbij. Een vraag geweest op een scheikunde tentamen. En die had ik goed. Je hebt kippenvlees gegeten. En een ander niet. Na zoveel uur gaan jullie beide plassen. En dan vergelijk je de kleur van
de urine. Dat zetten. Nou, wie heeft de geelste urine? Degene die kippenvlees gegeten had. Of degene die ook lekker gegeten had. Knolselderij gegeten. Zo. Linzensoep. Nou, degene die kip gegeten heeft, die heeft de geelste urine. Dat komt door ureum. Dus je kan wel heel veel proteïne in jezelf douwen, maar alles wat je teveel hebt aan stikstof, dat moet met de pis eruit. Hè? Want je hebt er niks aan. Hè? In beperkte mate. En die koolstof die draait in de rondte. Dus als jij gaat dansen of je gaat je haasten voor de bus, dan ga jij branden. Dan verbrand je. Om die energie te krijgen. Des te meer je beweegt, des te meer je rommel erin moet stoppen. En dan wel een beetje gezonde rommel natuurlijk. En niet alleen maar suiker. Of alcohol. Dat is alleen voorbestemd voor de harte bikkels. Maar voor jullie. Nou, ja, hou er een beetje rekening mee. En dan lekker CO2 uitademen. Ja, waarom niet? Des te meer CO2 in de atmosfeer, des te meer planten we gaan krijgen. En dan bedoel ik echt groene planten. En niet van die planten die bij mij in de omgeving in rond te lopen en mij om 2 uur 's nachts uitlopen schelden voor een sodomiet. Want dat zijn ook graag planten die ik graag een keer zou willen choppen. Is dat klanten of planten? En die CO2 in de atmosfeer, dat doet er helemaal niet toe. Het is een teken van de tijd. Meer niet. En nee, dat komt niet door de dingesverbranding. En al was het van de verbranding van fossiele brandstoffen, dan nog. Ik heb hier in huis al 3-4 jaar lang geen kachel aan. Ja, ik vind dat prima. En andere mensen die willen stoken, denk ik, nou, ga maar lekker stoken. Ik heb van die bejaarden hier onder mij wonen. Ja, die stoken zichzelf helemaal 3 keer in de rondte. Nou, ik zeg halleluja, prijs de Heer. Ik heb vloerverwarming door die bejaarden. En als straks die global warming doorbreekt, nou, dan hoeven die bejaarden echt niet meer te stoken, hoor. Want dat zou zomaar terug kunnen komen. Wat dacht jij daarvan? Maar ja, dat gaat nog wel even wat kosten. Een hele hoop doden, denk ik. Het is jammer, maar helaas. Iedereen maakt zich zorgen over de CO2. En dat hun kind naar sinds de scheiding allemaal heen en weer moet vliegen. Ik heb die verhalen en denk ook. Van joh, ik had ruzie met je vader, dus dan ga je nu op het vliegtuig naar de Antillen. Want ik wil wel dat je contact hebt met je vader. Ja, en wat van CO2 kost dat? Nee, dat doe ik niet aan mee hoor, dat zit in de vliegtuigbelasting. Je kan ook gewoon je kind bij je in de buurt houden of je kerel bij je in de buurt houden. Scheelt een hele hoop CO2-belasting. En laat die bomen maar lekker groeien. Want wat is CO2? Dat is voedingsdinges, ellende. Ik zal het nog even uitleggen. Men neemt CO2. Dat is een gas. Bij kamertemperatuur.
Als je CO2 tot een vloeistof wil maken, dan kom je bij het begrip nul Fahrenheit. Wij hebben dan een andere maat, wij rekenen met H2O. Dus als je H2O, H2O laat bevriezen, dat noemen wij nul. En die andere is als CO2 vloeibaar wordt. Dat is nul. Je neemt CO2. Nou, daar doe je bij. Mest. Dus het maakt niet zo gek veel uit wat het is. Rotzooi. Dat kan oud plastic zijn. Een beetje voorbewerkt. Je hebt nodig siliciumoxide. Dus onder koolstof in het periodiek systeem der elementen in de kolom koolstof, daaronder zit silicium. Siliciumoxide. Mag van alles zijn. Grof zand, klein zand, maakt niet uit. Maar je hebt die CO2. En je hebt die rotzooi. En die siliciumoxide zorgt ervoor dat er capillairen komen. En dat als het water naar binnen komt. Hebben we dus ook nodig, H2O. Het water komt er binnen. Dat het door de capillairen heet dat. Dus die kleine in die grond. Dat die grond een beetje luchtig is. Dan heb je nodig zaad. Nou, het jammere van zaad is dat je dat niet industrieel kan produceren. Dus dat zal je moeten verkrijgen van iemand die een plant heeft. De meeste planten hebben enorm veel zaden. Dus één plant, 10.000 zaden, zoiets. Die moet je hebben. En het laatste ingrediënt. Zonlicht. Nou, gelukkig is nog niemand eigenaar van de zon. Dus dan hoeven we daar geen belasting voor te betalen. Zou een mooie boel zijn. Ja, we hebben vandaag de zon op laten gaan en... Ja, wij dachten €100, want jullie zijn zo gelukkig met het zonlicht, dat er mag wel een kleine vergoeding tegenover staan. Al die jaloerse kinderen. Om het maar heel direct te zeggen. Dat zonlicht heb je nodig. Nou, en dan is het een broeigebeuren. Belangrijk is om de turbulentie buiten de buurt te houden. Dus een aardewal. Dat is minimum. Een stapel stenen. En er komt er zo'n hele felle, gemene onweersbui. Ja, het zou fijn zijn dat je een verplaatsbaar dak hebt. Net als hier bij het station van Vitesse, met Ajax doen ze dat ook. Af en toe mag het dak open en dan het dak weer dicht. Ja, zo'n ding kan je zelf maken. Als je een man met vrienden hebt. Want waar komt het op neer? Een stukje plastic wat je uit kan rollen. En wat haakjes om hem aan vast te zetten. En misschien wat elastiek of zoiets. Het kleine grut beschermen. Dat is alles wat je nodig hebt. En voor de CO2-concentratie maakt dat helaas niks uit.
Stel, jij neemt het lef om op je balkon tomaten te gaan laten groeien. Want dan absorbeer jij CO2. Ja. Ja, en waar blijft die CO2? Die wordt geabsorbeerd door je tomatenplanten. En vervolgens, aan het einde van de oogst, heb je allemaal van die stokken over. En wat doe je daarmee? In de vuilniszak of zo? Lijkt me een goed idee hoor. Gewoon in de vuilniszak stoppen. Vroeger had je de schillenboer. Iemand komt langs en die neemt al je tuinafval mee. En die maakt er een composthoop van. Maar dan begint het hele circus weer overnieuw. Want die plant van jou, die tomatenplant, dat groene gedeelte, dat gaat rotten. Levert allemaal CO2 op. Uiteindelijk, als je zo'n tomatenplant maar lang genoeg laat liggen, die stengels, die bladeren, die alles, dan is die weg. CO2 geworden. Dus de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer staat in balans met de hoeveelheid gebonden koolstof hier op aarde. En moet je daar belasting over gaan heffen? En die mensen die ons vertellen over die CO2-belasting, die zijn knettergek. Ik heb gehoord van een plan dat ze de beschikbare koolstof willen op gaan slaan onder steen. Ben ik nou zo dom? Of zijn jullie zo gek? Waar halen die mensen het lef vandaan? Ze zitten wel te frotten aan het schilderij van Rembrandt. En dat was een grap. De nachtwacht. Er is helemaal niks aan de hand. Iedereen mag voor mij ook blijven roken. I don't care. Het is leuk als je veganistisch wordt en dat leert. Om lekker te eten zoals in Genesis 2 staat. En dat gaat diep. En nee, dan gaan we niet ons vingertje lopen opheffen van joh, maar jouw pis is veel geler dan die van mij, dus jij hebt kippenbout gegeten. Jij hebt een overdaad aan stikstof binnengekregen en het, nou, ik moet zeggen, het stinkt ook wel. Dat is het probleem met eco-mensen. Waar ik nog een appeltje mee te schillen heb. Met dat vingertje opheffen. Oh, je bent niet eco. Nee, en jij wel. Ja, want ik tuchtig mijn kinderen elke dag. Alhoewel dat in de Bijbel staat en dat volgens mij dus niet echt mag. Doe ik het toch, maar dan op mijn eigen manier. Het gaat erom dat je je kinderen dingen verbiedt, want dit mag niet en dat mag ook wel af en toe niet. En nu niet. Ja, want ik ben eco. Het is belangrijk dat wij leven. Het is belangrijk dat wij amok maken. Het is belangrijk dat wij de wapenen opnemen. Het is belangrijk dat wij stoppen met meelopen.
En doen we dat niet, dan loopt het nog steeds goed af. Kan ik dan zeggen, stotter, weet ik dat? Nee, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik weet het zeker. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de macht, der Wille zum Macht, wie dem Friedrich Nietzsche sagt. Ik ben niet zo goed in mijn Duits. De wil tot macht. Dat die nu opgeeft? Ik zou niet weten waarom. Hij heeft altijd nog een klootzak zoals ik achter de hand. En ik ben bereid om een zelfmoordterrorist te gaan zijn. I don't care. Ik ben een beetje een laatkomer. Christus Jezus, die had er al zin in toen hij 33 was. En ik nou pas. Maar hoe is het? Ja, en? Wat maakt Mier doet? Iedereen mag liegen als die maar bij de overheid werkt. Dus ik werk niet bij de overheid, dus dan moet ik de waarheid spreken. Spanish Inquisition, anyone? En dan maakt dat mij voor mijn eigen niet uit. Ik heb een leven gehad. Ik denk zo de knetter. Ik heb alle hoeken van de kamers van het huis van mijn vader gezien. Ik ben in Berlijn geweest. In een kraakpand in Kreuzberg. Denk je dat ik mij verveeld heb? En ik heb nu al meer op mijn geweten. Dus ik maak mij nergens zorgen over. Jo, maar dat klinkt toch een beetje depressief wat je nou zegt. Dus jou maakt het niet uit om heen te gaan. Ja, inderdaad. Klopt. Ik ben een slaaf. Een slaaf van God. En hoe die klootzak er voor elkaar gekregen heeft om Johannes op Patmos dat getal 666 te laten opschrijven. En dan, dat zijn 18 eeuwen later, de rest te zeggen van ja, het zat zo in elkaar. Het was waterstof en helium en lithium. Maar dat kon ik toen nog niet zeggen, maar nu weten jullie het. Nou, respect is niet het eerste woord wat mij te binnen schiet. Respect is het woord dat mij te binnen schiet. En jullie worden afgehouden van het lezen van de Bijbel. Ja, dan ga je maar lekker CO2-belasting betalen over iedere keer dat jij gaat dansen. Nee, ik ga niet naar de kerk, want dan moet ik heel eind lopen. En ik heb nu ook zo'n afrekening gekregen van de gemeente. En die zegt van, ja, we hebben gemeten dat de laatste tijd jouw CO2, dat was wel, er is wat mee. En we dachten dan jouw kerkbezoek terug te brengen tot 1 keer per maand. Nou, dat laatste is niks mis mee, want je hoeft van mij niet naar de kerk. Maar het is wel een beetje vreemd dat je niet naar de kerk gaat om bang te zijn voor de CO2-aanslag. Ach, lekker nasaal. En hoe je van die angst af moet komen, weet ik ook niet. Waarschijnlijk heeft het te maken met persoonlijk karma. Op het Amsterdamse zeggen. Niet mijn probleem.
Tenzij je een vraag hebt, dan kan je wel via YouTube zeggen van, oh, mijn persoonlijke omstandigheden zijn zus en zo, en wat heb jij dan voor advies? Nou, daar kunnen we kort over zijn. Helemaal niks. Lees je Bijbel en wees vervloekt. Get the drill, baby. Of laat je gek maken door Al Gore. Ik geloof in CO2 globale verwarming. Hey, er is meer CO2 in de atmosfeer dan 100 jaar geleden. 150 jaar geleden. Dat geloof ik. Dat weet ik zeker. Die is gestegen. De vraag is wat de oorzaak was daarvan. Er is bekend dat de zonnevlekken, die zijn veranderd in die tijd. Als je kijkt naar de, ik weet niet hoe ze dat doen. De zon is heter. Het kennelijk gaat de zon een beetje en gaat de zon dan op en neer met ons menselijk bewustzijn. Ja, dan kom je in de New Age terecht. Dat Gaia geloof. Ik denk dat de zon af en toe strakker schijnt en dan weer wat minder. En dat is geen reden tot paniek. Als het dan kouder wordt, allemaal schaatsen. Je kan ook berenvellen gaan dragen. En God maar toekijken. Dat is de realiteit. En die overstijgt onze levens. Ik zit al na te denken over mijn toekomst in het bejaardentehuis. En wat ik daar ga uitvreten. Ik heb er nu al zin in. Van die mooie lege gangen die galmen. En mensen die mijn vriend hadden kunnen zijn. En die wonen op kamer 3F. En dan toch naar buiten gaan. En dan gaan we blowen achter de dennenboom. En dan ga ik koken, denk ik. Ik krijg dat dan wel voor elkaar. Of minimaal de afwas doen. Dat houdt je bezig als bejaarde. Hè? Dan dat je een beetje je spieren beweegt. En CO2 veroorzaakt natuurlijk. Oh, dat is wel zo. En die hogere CO2-concentratie. Nou, als je nou kijkt naar de kale vlakte. Wat is een kale vlakte? Kijk eens naar Veenendaal. Kijk eens naar alles in de buurt van een KFC. En ik vind het niet erg dat we stukken van de aarde opofferen aan het wegparkeren van kartonnen, nee, blikken. Blikken blikjes. Natuurlijk moeten die dingen ergens staan. Maar waarom rondom de KFC? Mucho. Meters. Ik snap het echt niet. Ik begrijp het niet.
De gemeente die is dan lekker aan het verbouwen. Ze maken de vlakte alleen maar kouder en kaler. Ja. Bij mij in de buurt heeft het geen enkele zin om de zon te laten schijnen. Punt 1, er staat een hele hoge katholieke kerk. En dan mag je geen kerk noemen, want het is een... Nee, het is wel een kerk. Nee, deze mag je een kerk noemen. Ha, 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 ha. Helemaal vormen van die satanistische beelden erbovenop. En al die Arnhemmers die lopen er rond de deur en die kieken niet omhoog, hè? Nee, want de markt is er niet meer. Dus waarom zou je daar nog lopen? En waarom zou je de zon laten schijnen over Arnhem? Hier voor mij is dan de gemeente grappig begonnen. En dan gaan ze bossages aanleggen. Ja, maar het is niet te eten. Ik wil in Arnhem de hele boel veranderd. Ik wil vooral die katholieke kerk weg. Gewoon. Want het is normaal. Het is normaal voor een mens om een broertje dood te hebben aan wat die katholicisten ons allemaal opdringen met een CO2-belasting. Laat ons gewoon kweken. Al die stoeptegels eruit. Ja, maar dan kunnen de buitenlanders, die kunnen niet meer zo makkelijk... Want je weet wel, van die Mohammedaanse vrouwen, die hebben apostigiose. En ja, die moeten wel een beetje makkelijk kunnen wandelen. Nou, dan neemt de familie er maar mee op een... Op een brancard. En je stapt maar van steen tot steen. En overal groen. En dan gaat de zon weer schijnen. Ja. Dan heeft de zon weer enig zin. En daktuinen. Ja, maar dan moeten we al die strand, die moeten we naar boven showen. En dan gaan we ook een beetje gek ruiken. En ik heb zo'n vriendin en die zegt van... Oh, je hebt gewerkt en je ruikt een beetje vies. Ik ga vanavond naar mijn vriendin en je eten staat in de diepvries. Doei. Ja, dat soort huwelijken die ken ik. Er zijn ook vrouwen die het waarderen. Dat de man stinkend thuis komt. En zet het maar vol met aarde. Tomaten erin. Courgette. Alleen maar voor de gein. Vooral als je kinderen hebt. Je geeft het goede voorbeeld. En anders geef je het goede voorbeeld niet. Ja, maar ik was een ouder en ik wist het niet echt goed hoe het moest. En toen heb ik wel gehoord van het begrip, hoe heet dat? Zoals ingewikkeld metaal heeft dus B-O-O-K... Maar dat moet je uitspreken als een boek. En heb je ook nog B-O-E-K. En dat moet je ook uitspreken als boek. Nou, dan kijk ik liever naar een serie op Netflix. Want dat begrijp ik tenminste niet, terwijl iedereen het niet begrijpt. En dan voel ik me thuis. Een hele boel moet aan het draaien gehouden worden. Zoveel mogelijk CO2 erin. Dansen, zweten, gaan we wat doen. Dat was zinvol, hè? Niet zoals Christus Jezus zei. Doe niet dat wat je haat. Onthoud jezelf daarvan. Dus heb jij een of andere K-baan... We gaan een beetje de calculerende burger uithangen. Want je kan die K-baan, die kan je ook opzeggen. En wat ga je dan doen? CO2-neutraal leven? Dan zijn mijn inkomsten met zoveel verminderd. Maar dan heb ik nog een LEDS-systeem, by the way.
erg handig voor jullie om te weten. Erg eco. Dan heb ik een LEDs systeem. Voor de rest. Doe mij maar geen geld, want dan hoef ik niet te werken. Wie niet werkt, zal niet eten. En ik eet niet zoveel. Waar wil je anders mee bezig zijn? We toch gaan stemmen voor de btw-verhoging? Ik denk er maar even door, even kijken hoe ver ik ben. Okay. Ik moet richting de afsluiting. Maar neem nou eens stemmen. Dan moet je naar een gebouw toe. Met je ID-bewijs. Dat moet geldig zijn. Dat begrijp ik ook niet. Ik heb toch een ID-bewijs. Daar heeft toch mijn fotograaf een pasfoto dinges opgezet. En het is niet meer geldig. Meer. Ik zou wel willen opteren voor een chip in je arm. Die heeft continu verbinding met je identiteitsbewijs. En als je identiteitsbewijs volgens die chip kwijt is, dan krijg je ofwel een nieuwe chip, of je ID-bewijs is ongeldig. Want dan is het gejat. Een beetje strak natuurlijk om dat te willen. Ik heb dat denk ik niet nodig. Want als je aan mijn portemonnee komt. Maar wat is stemmen dan? Dat is alleen maar CO2-belasting. Ik heb al Facebook en ik heb Twitter. Nee, Twitter heb ik niet. Ik heb LinkedIn. En ik heb ergens een website draaien. Ik schijn ook nog een account te hebben bij de overheid. Maar dat is zo moeilijk te benaderen dat ik denk van nou, doe mij Facebook maar. Dan kan ik tenminste naar binnen. En wat mag dat kosten? Via Facebook wil ik elke dag stemmen. Dat is geen enkel probleem. Ik wil vooral graag een stemming over de JSF. Daar gaan we mee kappen. Want dat slaat nergens op. Het is leuk als... ja, voor studenten. Dus de TH Delft mag voor mij... zet het dan op. En maak dan fucking een Joint Strike Fighter. Laat mij de blauwdrukken zien. En wat kost dat nou? Nou, dat kost helemaal niks. Want die studenten van de TU Delft samen met de dingen zijn Enschede. Lekker samenwerken. Utrecht een beetje meedoen. En vergeet Amsterdam niet. Want het gaat om de logica. En dat ontbreekt zo. Liever was ik een homo. Maar gewoon tegen de JSF. Niet van McDonnell Douglas. Een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Ja, maar Perry, nou doe jij net alsof wij dan beter zouden moeten zijn dan ezels. Nou, niet per se. Als je graag de JSF wil, dan ga jij maar betalen aan McDonnell Douglas. En die heeft ons genaaid in de jaren 70 met Prins Bernhard, weet je nog? Toen Prins Bernhard geen prins meer mocht zijn van de Bilderberggroep. Oh, wat een straf. Meneer had 10 miljoen,
onder de tafel gekregen. En afbetaald dat hij geen voorzitter meer mocht zijn van de Bilderberggroep en hij mocht niet meer aan plein publiek in zijn militaire uniform komen. Oh, wat erg. Ben ik zo blij dat prins Bernhard wel ook sinds die tijd een goed autoleven en een goed seksleven heeft gehad. Naar zijn eigen mening dan. Ik gun die man van alles. Maar een JSF van McDonnell Douglas, ja, hou er mee op. Het gaat om de Joint Strike Fighter. En waar dat op neerkomt is dat de verschillende vliegtuigen, die hebben ICT meuk aan boord en verschaffen de piloot, de fighter, hè, alle info. Net als een wolfpack. Als wolven aanvallen, dan houden ze elkander in de ogen. Oh, die loopt daar, dan ga ik hier naartoe. Dat is een wolfpack. Wolven kunnen dat. Ja. Taakverdeling. En dan de ondersteuning vanuit de ICT. Een heel goed idee. Het punt daarbij is dat een van de fighters die kan uit de lucht geschoten worden. En wat doen die andere fighters dan? Krijgen die dan zo'n scherm van Bill Gates met was het ook weer een blauwe achtergrond en witte letters? System error occurred. Please consult your local administrator for the next move. Dat kan dus niet. Dan kan je net zo goed je mannen naar de oorlog sturen zoals ze dat deden bij D-Day. Gewoon een voorklep open en die Duitsers ratatatatatatat. En die JSF qua software is niet gemaakt. Ze hebben de machine voor elkaar gekregen. En ha 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 ha, hij kon vliegen van het militaire vliegveld daar in het noorden, Friesland, naar Soesterberg. Zo. Ik vind het best dat er een firma is en die heet McDonnell Douglas. En die hebben prins Bernhard 10 miljoen onder de tafel gegeven. Een omkoopsom heet dat. En die blijven maar vliegtuigen bouwen. Ik vind het uitstekend. Dat mogen ze van mij doen. Duidelijk maken aan iedereen hoe stupide je kan zijn. En daar een lening aan geven, die wij niet terug gaan krijgen. Wij mogen smeken, van heb je ook een JSF die dan echt kan JSF'en, want we willen naar Syrië om ISIL te gaan pakken met z'n allen. Gewoon kappen met die subsidiëring. JSF, nee, laat me zitten. Doe mij eerst maar een simulatie. Zo moeilijk is dat niet. Even de software testen van de JSF. En de JSF, dat moet een verbintenis zijn van meerdere autonome databases met een centraal station erin tussen. Moet je nog over nadenken hoe je dat moet regelen. Dat moet een grondstation zijn, denk ik. Pin me er niet op vast. Beter nog een alom aanwezig station. Dus dat iedere JSF zelf het station is. Ik denk dat je daar naartoe moet. Dus als er van de 100 JSF's zijn er 99 uit de lucht geschoten, dan heeft die ene een beeld van wat er gebeurd is. En dat is een software uitdaging.
die waarschijnlijk alleen Nederlanders kunnen oplossen. Ja, Hang Chang Wang Sambal Bai? Nee, ik denk niet dat dat... Ah! Het is pas over als de dikke dame gezongen heeft. Maar zo'n JSF, ja, hoeft mij niet. Kun je lekker mee ophouden. Ik wil best betalen voor kleuters, maar dan mijn eigen kleuters. En dat ik dan betaal voor een kinderdagjuffrouw, meneer. Daar wil ik voor betalen. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ik ga nog een politiek correcte uitzending maken. En ik ga niet te hard praten. Want jullie moeten in slaap vallen. Daar was dit voor bedoeld. Dat is de afspraak. Wij zijn allemaal rustig. Wij maken ons geen zorgen. Waarom zou je? Als er één ding dat onveranderlijk is... is dat de oorzaak van de geschiedenis. Ja. Ja, maar dan heb ik heel veel geschiedenisles te leren. Ja, ja, maar niet vandaag. En morgenochtend gaan jullie allemaal gezond weer uitslapen. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag liefhartst.